klaar. We hebben vandaag de openingswedstrijd. Die wedstrijd organiseren elk jaar om de atleten weer na het winterseizoen om de onderdelen waar ze goed in zijn of waar ze aan mee willen doen te kunnen uitoefenen. En meestal gebruiken we die wedstrijd ook om te zien wie waar goed presteert om ze dan later in te kunnen delen voor de competitiewedstrijden, zeg maar. En dit jaar een bijzondere eerste wedstrijd. Ja, want niet iedereen kan meedoen. We hebben een beperking moeten opleggen. De atleten die ouder zijn dan, ouder zijn dan 26 kunnen niet meedoen. Dus dat is wel teleurstellend. Maar iedereen die daaronder zit, gelukkig wel. En zijn er nou dingen waar jullie nog echt rekening mee hebben moeten houden? We hebben geen publiek. Dus ouders die normaal gekomen, dit is echt een clubwedstrijd. In die zin dat iedereen ook even komt kijken als een dochter of zoon komt te presenteren. En ja, die kunnen niet meedoen. Maar het heeft wel als voordeel dat iedereen heel graag wil helpen. En dat is ook weer nodig. Dus er zit een voordeel aan en een nadeel. Lily, wat heb jij allemaal gedaan vandaag? Wat ik tot nu toe heb gedaan is estafetten en hoorden en kogel. En hoe lang is het geleden dat jij een wedstrijd hebt gedaan? Een half jaar. En hoe is het om dan nu eindelijk weer mee te mogen doen? Wel leuk. Want trainen, dan oefen je eigenlijk voor de wedstrijden. Moest je wel weer even inkomen na zo lang? We doen ook soms wel oefenwedstrijdjes bij de training. Dus. Marise, wat doe jij allemaal? 600 meter en estafette. Heb je het gemist, die wedstrijden? Ja. Iedereen is blij dat er weer een wedstrijd is. Ook al is die anders dan we gewend zijn, maar we kunnen weer iets. We hebben zo lang niks kunnen doen, dus dat is wat het hoogste goed is, zeg maar.